14 mei 1940, 1:30 'smiddags. Het moment waarop Rotterdam nooit meer dezelfde zou zijn. De meest aangrijpende verhalen vanaf nu gebundeld in het Museum Rotterdam 4045 nu. Dit museum is ooit begonnen als een initiatief van Arie Mast. Iemand die heel veel voorwerpen over de Tweede Wereldoorlog heeft verzameld. Dus hier staat met name die 5 jaren in de Tweede Wereldoorlog centraal. En dan in het bijzonder, natuurlijk de bijzondere gebeurtenis die plaatsgevonden heeft op 14 mei 1940. De vernietiging van de binnenstad door Duitse bommenwerpers. Omdat het een educatief centrum is, hebben we natuurlijk heel erg goed gekeken naar wat is er nodig om kinderen dat verhaal van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog telkens door te vertellen. Als kinderen hier binnenkomen, dan krijgen ze in eerste instantie komen ze in aanraking met een 8 minuten durende film, de Experience, de aanval, de vernietiging van de stad. Daarna worden de kinderen uitgenodigd om met behulp van de meest geavanceerde techniek aan de hand van een tablet om hun eigen verhaal letterlijk te maken van de geschiedenis van Rotterdam. Het aardige is nou dat als volwassenen hier komen en die zien die kinderen met die tablets, die zeggen ook, dat wil ik ook. Dus we hebben eigenlijk nu een probleem dat de mensen die hier het museum willen bezoeken, die zeggen, dat wil ik ook. En ik wil eigenlijk... Nou moet ik wachten tot de schoolklas klaar is. Dus je ziet dat het ook voor buiten de schoolklas interessant wordt om daarmee met die experience aan de slag te gaan. Maar het is denk ik voor toeristen ook interessant omdat ze ook gewoon zien dat Rotterdam ook dat verhaal heeft van die Tweede Wereldoorlog. En als ze natuurlijk in die stad lopen, dan worden ze natuurlijk overweldigd door al die moderne architectuur. En dan raakt ze toch ook hier en daar een beetje de kluts kwijt. Dus dat verhaal van die Tweede Wereldoorlog, om die stad te kunnen begrijpen, is dit verhaal mede belangrijk. Rotterdammers zijn eigenlijk fantastische mensen. Naar buiten toe zijn ze toch wel eens misschien wel bokkig, maar de binnenkeert zijn open, hebben het hart op de tong. Maar één ding hebben ze al, delen ze met elkaar, dat is de trots op de stad. De trots is wat de meeste Rotterdammers bindt. En het maakt niet uit van welke generatie of waar ze vandaan komen. Om die trots in stand te kunnen houden, betekent het ook om die uit te dragen. Dan moet je kennis hebben van wat de stad is gebeurd. En die kennis kun je hier opdoen. Dus ik zou ook zeggen, het maakt niet uit hoe oud je bent. Als je een goed moment hebt, de vrije tijd, kom vooral hier naartoe en ervaar het zelf.